Hey en welkom op het kanaal van het ene Waluwemeisje. En vandaag is het eindelijk zover, seizoensopening van Waluwe 2022. Het is vandaag 2 april en ik denk dat dit nu al gewoon de koudste seizoensopening is die ik ooit heb meegemaakt. Gisteren heeft het ook nog gesneeuwd en zo. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat zal gaan met de attracties. En over attracties gesproken, Waluwe werkt dus nog steeds met de virtuele wachtrij. En ik zal later daar wat meer over vertellen hoe het ook allemaal werkt, want het werkt nu anders dan de vorige 2 jaren. En ik weet niet of jullie dit op de achtergrond horen met allemaal trommels. Wij moeten dus het park nog in. Maar vandaag is er dus een hele georganiseerde dag voor Stichting Opkikker. En dat bandje is dan denk ik dus ook voor Stichting Opkikker. Ze hebben ook allemaal banners hangen. We zagen net ook echt een gigantisch beeld van een kikker van Stichting Opkikker. Maar goed, wij gaan zo meteen het park in en ik neem jullie gewoon weer mee. Ondertussen staan wij hier in het park en zijn we al meteen onderweg naar Zero Zone. Want de meeste van jullie weten ondertussen wel dat Zero Zone, het gebied van Lost Gravity, een gehele upgrade heeft gehad. En die is helemaal opnieuw gethematiseerd. We kunnen de poort vanaf hier al zien en ik ga het uitgebreid aan jullie laten zien en ook mijn mening erover geven. Maar ik wil wel meteen al eventjes benoemen dat we nu al eigenlijk problemen hebben met de virtuele wachtrij. Jullie weten al hoe ik daarover denk. Ik ben sowieso geen fan van de virtuele wachtrij. En het feit dat ze het nu dus permanent houden, of in ieder geval dit jaar ook weer hebben, daar ben ik ook absoluut niet blij mee. Mijn abonnement deed het niet. Om het te scannen deed het niet. Dus ik moest in een soort kleine rij staan om zeg maar via het hekje naar binnen te gaan. Ja, dat is op zich niet erg. Het probleem is alleen nu dat je dus je ticket of je abonnement moet scannen om de virtuele wachtrij te krijgen. Maar omdat mijn abonnement het dus niet deed, weet ik niet zo goed hoe ik dat moet doen met mijn virtuele wachtrij. Dus daar gaan we later nog naar. Voor naar de guest service. En ik hoop dat ik dan jullie ook meer duidelijkheid kan geven over hoe dit dus allemaal werkt. Want ik snap het nu ook niet helemaal meer. Want je moet het nu dus ook via de app doen. Of je kan het ook via de Fastlane website doen. Voorheen kreeg je dus een mailtje. Vorig jaar in 2020 kreeg je een mailtje. En daarin kon je gewoon je virtuele wachtrij activeren. Want je hoeft dus niet meer te reserveren. Ook niet als abonnementhouder. Dus zover ik weet kan het dus via de app of via de Fastlane website. En dan moet je dus inloggen en je code invoeren van of je ticket of dus je abonnementsnummer. Bij mij doet hij het nu dus niet. Dus ik zeg we gaan later naar de guest server. Het is daar nu echt ongelooflijk druk. Dus we hebben zoiets van, weet je, we gaan eerst gewoon lekker naar Zero Zone. Ik ben heel erg benieuwd hoe het er allemaal in het echt uitziet. Uiteraard waren er al foto's naar buiten gekomen. Dus ik weet wel al wat ik kan verwachten. Maar jullie gaan het zien. Nou, dit is dus het eerste wat we zien. Het valt meteen op dat ze hier helemaal nieuwe bestrating hebben. Of nou, dat zien de normale mensen denk ik niet, maar bij deze. Dit is dus een van de poorten die ze nu hebben. Het is dus een gigantische magneet. Je ziet ook allemaal, daar zit een prullenbak, een verkeersbord, een ladder, een step, een fiets. Dat vind ik op zich nog wel leuk gedaan. Maar ik vind dan weer die graffiti vind ik wel wat minder, als ik heel erg eerlijk ben. Misschien moet dat even wennen. Dit was voorheen dus de poort van Playland. Ja, oké, wat vinden we tot nu toe? Grappig idee. Ja, ik vind dit op zich dus nog wel gewoon op zich wel creatief bedacht. Maar ja, ik ben heel benieuwd hoe de rest eruit ziet. Ik zeg wel, ik vind alleen dit, die graffiti, dat vind ik minder. Maar de rest vind ik wel gewoon, dat is wel oprecht een leuk idee. Nou, de Lost Gravity, dat wisten we al natuurlijk. Het hele thema daarvan is natuurlijk verloren zwaartekracht. Hier zien we de ingang van de Tomahawk. Tomahawk heeft nu dus ook een nieuw logo. Het logo vind ik wel gaaf. Ik snap alleen niet waarom ze de naam niet hebben aangepast. Want Tomahawk, dat is echt iets van nog van het oude gebied. Van Wild Wild West. Wat het echt nog hiervoor was. Dus dat heeft meer te maken met Indianen en zo. En, maar goed, de meeste mensen zullen dat vast niet weten. Ik vind de rest bijzonder. Golfplaten, ja. Ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Want dit lijken eigenlijk net gewoon van die corona-hekken die ze hadden neergezet. Dus... toen ik dit voor het eerst zag, dacht ik eigenlijk dat het niet permanent zou zijn. Maar dat is het nu dus wel. Hier moet ik echt wel heel erg aan gaan wennen. En verder over de Tomahawk gesproken, de hele attractie heeft dus ook nieuwe kleuren gekregen. Het zwart en het gele vind ik dus echt heel erg gaaf. Dat matcht ook heel erg met Lost Gravity. Maar ik heb dan wel weer mijn vraagtekens bij het groene en het rode. Ik snap niet helemaal waar het vandaan komt. Maar in principe ziet het er wel gewoon prima uit, vind ik. Ik vind dit alleen ook wel weer... Ja, ik weet niet helemaal waar ze nou voor wilden gaan met die bouwhekken en zo. Want ik weet wel wat het thema is van Zero Zone natuurlijk. Het moet dus voorstellen dat er een natuurramp is gebeurd. En dat dit dus eigenlijk gewoon zo'n verlaten gebied is. Waar mensen haastig zijn vertrokken en nu nog proberen te overleven. Er staan ook allemaal quotes op en zo. Wat wel jammer is dat ze ook de vloer van de Tomahawk hebben ze dus niet meegenomen. Die is gewoon nog rood. Van voorheen.
Ja, dat matcht dan in principe wel weer met die rode strepen. Maar ja, dit vind ik dan wel weer oké. Dat ziet er wel weer prima uit. Maar nogmaals, de supports vind ik dus wel... Dat vind ik gewoon prima. Dat ziet er gewoon prima uit. De schijf zelf vind ik er ook prima uitzien. Gewoon dat gele met dat zwarte, dat matcht heel mooi met Lost Gravity, vind ik zelf. De beugels zien er mooi uit. Die waren voorheen rood en dat zag er allemaal niet zo mooi meer uit. Dus dat ziet er echt super uit. Ik vraag me ook af hoe lang die lintjes hier omheen het gaan volhouden. Want het geeft wel wat meer... Dit geeft me echt quarantine vibes eigenlijk. Van Friday Nights. Dit gewoon precies... Ja. Ze hadden trouwens deze linten van Caution en zo. Hadden ze ook bij de opening van Oscar. Oh, het zijn wel echt van die... het is wel wat steviger materiaal. Het is geen papier, dus... Wat is dat? Een pot. Nou, dat vind ik dan wel weer leuk. Zo, nou, ik vind het leuk. Kijk, de thematisatie is natuurlijk questionable, maar ze gaan zeg maar wel een beetje op in de details. Dat vind ik dan wel weer leuk. Zoals die gek, dat gaat naar de magneet toe. Ja, het gaat allemaal, het is helemaal ingedeukt. Ik weet niet hoe goed jullie het kunnen zien. Maar dat is ook verder überhaupt in het gebied. En dit is dus het station van Draco. Ja, qua kleuren vind ik dit er dan wel weer oké uitzien. Maar ik vind het gewoon zo jammer dat ze overal van die graffiti op spuiten. Nu ook weer Love at First Flight en Don't Ruffle My Feathers. Ik weet ook niet wat een vogelthema te maken heeft met Draco. Want Draco is een draak. Dus ik snap niet helemaal waar het vogelthema vandaan komt. Want als je alleen al die graffiti eraf haalt, dan vind ik het meteen al gewoon een stuk frisser en leuker eruit zien. Als ik heel erg eerlijk ben. Wat vinden jullie van die graffiti dingen en zo? Want ze hebben het nu ook zeg maar overal. En daardoor ziet het er gewoon een beetje... Ik probeer gewoon heel eerlijk te zijn. Het ziet er gewoon dan wat goedkoper uit. Ik weet ook niet hoe lang dit mooi blijft, zeg maar. Ik wil dus wel echt heel erg benadrukken dat ik gewoon zo eerlijk mogelijk met jullie wil zijn. En dat omdat ik een Walibi-fan ben, dat ik niet natuurlijk alles fantastisch hoef te vinden. Het is ook gewoon mijn mening. Ik weet echt wel dat er mensen zijn die het wel heel gaaf vinden. En die het wel heel mooi vinden. En ik zeg ook niet dat het echt gewoon allemaal super lelijk is. Ik bedoel, ik zie... pluspuntjes, maar ik zie ook gewoon wat minpuntjes. En nogmaals, wil ik gewoon zo eerlijk mogelijk met jullie zijn. En ik vind het altijd echt verschrikkelijk om zeg maar heel negatief te zijn in mijn video's. Ik hou er echt helemaal niet van. Dus ik hoop ook dat jullie het niet beschouwen als echt zo'n super negatieve video of zo. Want ik zeg wel, ik wil gewoon eerlijk met jullie zijn. En zover ben ik gewoon een beetje... Ik denk dat ze meer hadden kunnen doen, want het concept van Zero Zone, daar was ik echt heel erg enthousiast over. Ik vond het juist echt het gaafste concept wat ze hadden van alle gebieden. Dus ik had hier eigenlijk best wel hoge verwachting van. En het ding is dus ook dat hier en daar is de uitwerking ook gewoon oprecht leuk. Oprecht gewoon goed uitgedacht. Dat je echt zit van ja, weet je, dat past er echt bij. Maar dan zijn er hier en daar ook gewoon weer dingen in het gebied dat je zit van ja, ik snap het niet helemaal of past er niet helemaal bij. Of dan heb ik toch mijn vraagtekens erbij van waarom hebben ze hiervoor gekozen. En ik weet dat het hele festivalization ding natuurlijk een beetje apart hoort te zijn. En ik heb ook al vaker aangegeven dat het festivalization thema gewoon niet helemaal mijn cup of tea is, als ik heel erg eerlijk ben. Het ziet er, als je hier in het echt staat, ziet het er wel wat sfeervoller uit dan op de foto's. Want toen ik de foto's zag, schrok ik een beetje dat ik wel dacht van, oh, ik vraag me wel af hoe dat verder af gaat lopen. Ze hebben er ook nu al best wel veel kritiek op gehad. Maar nogmaals, ik probeer echt zo positief mogelijk te blijven. En ik hoop ook dat jullie wel mijn oprechte mening verder kunnen waarderen. Zo ook die van Tom en Melvin. Ze hebben vogelpoep als thema. Vogelpoep. Oh, maar het is nog echt zo ook. Kijk maar, daar zien jullie het. Ik snap dus niet waar dat hele vogelthema vandaan komt. Draco is momenteel nog dicht. Ik geloof ook dat een thema momenteel nog dicht is vanwege de kou. Maar dat vind ik dan wel weer leuk. Hier dit in het midden. Dat vind ik dan wel weer gewoon leuk. En hier dat ze wat plantjes hebben neergezet en zo. In het station heb je ook nog wat decoratiestukken. Ik weet niet hoe goed jullie het kunnen zien. Maar ja, dus Draco is sowieso nog dicht. Maar wat ik dus eigenlijk hoopte was dat ze de baan zouden verven. Want ik vind Draco eigenlijk al sinds vanaf het begin dat ik hier kom... vind ik de kleur van de baan van de vind ik gewoon niet zo heel erg mooi. Het ziet er van ver af, ziet het er, ja, ik weet niet. En ik had dus gehoopt dat ze de track zouden gaan verven. Welke kleuren precies, weet ik niet zo goed. Maar nu heb ik het idee dat de track van Draco een beetje buiten de boot valt. Vergeleken nu niet alleen het station, maar ook gewoon de rest van Zero Zone. Dus je ziet hoe kleurrijk dit allemaal is. Maar goed, dat is gewoon mijn mening, weet je. Verder ziet de baan er gewoon... De baan zelf ziet er verder gewoon netjes uit. Ja, dus Neurogen hebben ze ook compleet aangepast. Al heet het natuurlijk geen Neurogen meer. Neurogen, wat ik al had verteld, hebben ze weggehaald.
Neurogen gaat niet meer open. Hij bestaat überhaupt al niet meer. De loods van binnen is al helemaal leeg. Dit is dus de loods van Neurogen. Daar hebben ze nu dus een banner voor gehangen met deze printer voor. En dit is dus ook de kliniek. En de kliniek blijft gewoon. Want heel veel mensen die dachten nu dus dat ze de kliniek ook zouden gaan slopen. Zover ik weet blijft de kliniek gewoon. Die zit aan deze kant van het gebouw. En Neurogen zat aan die kant. Dus het is nu ook geen ziekenhuisthema meer. Het ziet er nu gewoon uit als een gebouw. En ik vind dit deel van het gebouw vind ik dus echt gewoon echt leuk. En ook gewoon het kleine detail hierboven met die gekleurde stenen. Dat vind ik dan dus echt super leuk. Die stoel met die kabouter. Oké, dat is oprecht ook wel gewoon grappig. Weer het kleurenschema vind ik. Ik vond het voorheen dus zeg maar mooier. Het zag er netter uit voorheen, vind ik zelf. Ook qua kleurenschema. Want nu hebben ze hebben zoveel kleuren gebruikt. En nu hebben ze dus ook quotes hierboven. Everything seems smaller from above. And only gravity was lost. I never lost you. Ik snap ook niet zo heel erg waar al die liefdesquotes vandaan komen. Want dat heeft verder niks te maken met Zero Zone. Dit vind ik er wel prima uitzien, dit stuk. En dat entrance board vind ik ook leuk. We moeten natuurlijk ook voorstellen dat het allemaal omgebogen is. En dat het ook dat het gat hier wordt ingezogen. Dus ja, en hier heb je nog een bijzondere muur. Can you handle me? Gemaakt van deurhandvat. Gemaakt van deurhandvat. Deurklink, dankjewel. Ja, dat zocht ik. Ja, dus dat is natuurlijk dat is een woordgrap. Nou, dit is ook gewoon... Ja, dit vind ik ook op zich gewoon nog wel grappig. Dit is wel gewoon echt van die typische Walibi-thematisering. En ook hier allemaal soort hartjes zijn het. Als bankjes. Dus ik zeg al, het is echt een beetje een soort liefdeszone geworden of zo. Terwijl ik weet dat dat niet de vibe moet zijn. Het gaat gewoon echt om de verloren zwaartekracht, om de magneet. Hier heb je bijvoorbeeld ook allemaal pannen en vorken en messen. En het winkelkarretje. Heb je hier allemaal aan de muur geplakt, maar dat wordt natuurlijk aangetrokken door hele magneet en zo. Ik bedoel, je ziet het ergens in een ander pretpark, dat sowieso. Oké, nou het volgende. Ik moet heel eerlijk zijn. Wij hebben zoveel grappen gemaakt over dat ze een petfles Eiffeltoren zouden maken. En wij gingen wel een beetje dood van het lachen toen het dus bleek dat ze daadwerkelijk een toren van plastic flessen hebben gemaakt. Ik bedoel... We zeiden het echt begin van de winter al. Ja, begin van de winter was het echt van... Oh, zo hebben ze een petfles Eiffeltoren. En zo in de zon ziet het er... Zie je eigenlijk niet eens bijna dat het flessen zijn. Dus dan ziet het er op zich wel oké uit. Maar als je dan kijkt dat het oprecht flessen zijn... Ik bedoel, ze hebben ook zo'n hele serie gemaakt met Izzy die hier woont met haar ouders. Dat dus die hele natuurramp is gebeurd en dat ze hier proberen te overleven. En ik moet dan dus voorstellen dat ze deze flessen allemaal hebben verzameld en hier dus hebben opgestapeld om het woonbaar te maken. En hetzelfde geldt hier voor de boeken. Dat zijn allemaal opgestapelde boeken. Moet dus hetzelfde voorstellen dat ze dat dus allemaal bij elkaar hebben verzameld en op hebben gestapeld om het dus woonbaar te maken. En ik vind deze, de middelste, vind ik eigenlijk nog het leukst. Ook met die plantjes erop en het gamesbord en zo. Dat ziet er allemaal gewoon prima uit. Even inzoomen. Weet je, dat vind ik wel leuk. Ik vind dit dus ook gewoon wel weer heel erg questionable. Van hoe lang blijft dit mooi? Gaat het houden? Weet je, zelfs het gaat stormen, onweren of weet ik het. Blijven die flessen mooi? Want het zijn oprecht plastic flessen. Het zijn geen neppe plastic flessen. Het is gewoon allemaal echt plastic. Dus ik hoop dat het lang mooi blijft. Maar dat is dus wel even een ding wat ik moet gaan afwachten. Nou, hier in het midden staat deze paal. De stopcontacten zelf werken volgens mij niet. Volgens mij kan er niks in. Dus dat is jammer. Het was wel heel grappig geweest als dit allemaal gewoon werkte. En het heeft een soort parkeerplaats vibe. Daar staat ook de lamp erbovenop. Dus s'avonds is het allemaal verlicht en zo. Maar hier heb je ook dus de stoeltjes. Heb je dus van die parkeerplaats. Dit is ook, het is allemaal nieuw. Van die parkeerplaats tekens erop. En hier heb je ook van die parkeermeters staan. Dus dit moet echt een soort plek voorstellen. Dat je dus jezelf parkeert. En hier dus gewoon eventjes gaat zitten. En even rustig gaat eten of wat dan ook. Ik vind het wel fijn dat ze hier dus meer zitplekken hebben. Want voorheen stonden hier dus een paar van die stoelen. Het zag altijd een beetje rommelig uit. En er waren niet veel plekken om te zitten. En ik heb het idee dat ze daar nu wel gewoon echt veel meer plek voor hebben. Dus dat is op zich wel echt een positief ding. Oh, nou, jij zit al. Ik heb mezelf geparkeerd. Je hebt jezelf geparkeerd. Ik moet dus wel eerlijk bekennen dat Zero Zone denk ik niet mijn favoriete gebied is die ze tot nu toe hebben opgeknapt. Ik denk dat dat voor mij nog steeds de Main Street is. En daarna denk ik Wilderness. Dus ik weet niet. Hij staat bij mij wel een beetje onderaan samen met Exotic.
Je moet er ook van houden. Kijk, ik zeg wel, ik vind het gewoon jammer dat het concept wat ze hadden was gewoon echt heel erg gaaf. En ik heb het idee dat ze daar meer mee hadden kunnen doen. In plaats van met de andere dingen die, waar ze nu dus voor hebben gekozen. Met de graffiti en met al die woordspelingen en zo. En ik bedoel, het is leuk, maar het is nu denk ik iets te veel. En voor één keer is het dan misschien leuk en werkt het. Maar ik denk voor als bezoekers hier meerdere keren komen, denk ik dat het op een gegeven moment niet meer zo heel erg speciaal zal zijn. Ja, dus de thematisering bij Lost Gravity vind ik zelf gewoon geslaagd, prima. Een van de mooiere gethematiseerde attracties hier in heel Walibi. En ik had dus gehoopt dat wat ze bij Lost Gravity hebben gedaan, dat ze dat meer zouden doortrekken naar de rest van het gebied. Dus echt dingen met de verloren zwaartekracht, dingen ondersteboven, zwevende dingen, dingen op z'n kop, weet je. Dat het allemaal vanuit een rare richting komt. En dat is er natuurlijk ook wel deels, door de hele vibe van de magneet. Maar toch mis ik het nog, het is niet duidelijk genoeg vind ik zelf. Ze hadden er meer mee kunnen doen, vind ik zelf. Want één ding wat ik ook nog aan jullie moet laten zien is het toiletgebouw. En ironisch genoeg vind ik dus dat ze het toiletgebouw wel heel mooi hebben gethematiseerd. Ook van de buitenkant. En dat is dus eigenlijk wat ik had gewild voor het hele gebied. Hoe ze de buitenkant van het toiletgebouw hebben gedaan, dat had ik dus echt verwacht voor alles. Dus dat ga ik meteen ook aan jullie laten zien. Nou, dit is dus letterlijk gewoon een omgekeerd gebouw. Je kan ook echt gewoon de buizen en de pijpen zien die dus normaal in de grond gaan. Dit is helemaal afgebroken en zo. En dit is ook de ramen, de deur hier. En dat dit het trappetje is normaal dat je naar binnen gaat en zo. Ja, ik vind dit dus echt gewoon wel heel erg leuk. En ook gewoon, denk ik, misschien wel het mooiste ding van het hele gebied als ik heel erg eerlijk ben. Want dit is precies wat ik in gedachten had voor Zero Zone. Dat alles dus ondersteboven zou zijn en ja, ik vind dit dus oprecht gewoon allemaal superleuk en creatief en leuk gedaan. En het laat het thema duidelijk zien. En ja, dus ik ben hier oprecht gewoon heel positief over. Jullie hebben zojuist een shot kunnen zien van in de wc's. De wc's zijn echt 100% heel erg opgeknapt vergeleken wat het voorheen was. Het rook er ook echt heel erg fris. Ze hadden ook een soort optische illusie op de grond gemaakt van de tegels. En de spiegels waren meer een soort van die lachspiegels die je ook wel eens op de kermis hebt of in zo'n funhouse, weet je wel. Dus als je je haar wil fixen, dan zijn dat niet de beste spiegels. Maar ik vind het toch wel op zich een enigszins creatief idee. Dus de toiletgebouw ben ik eigenlijk tot nu toe het positiefst over. Als je kijkt naar wat het voorheen was en wat het nu is. En gewoon het hele thema ervan. Ja, oprecht. Ik vind het oprecht heel erg nice. En ondertussen lopen we verder naar Crazy River. En ook over Crazy River had ik eigenlijk gewild dat ik er iets positiever over had kunnen zijn. Maar ik baal ervan dat ze dus gewoon niet hebben gedaan met Crazy River wat ik hoopte wat ze zouden doen. Want ik dacht echt, yes, eindelijk Crazy River krijgt de welverdiende upgrade, renovatie die hij echt nodig heeft. Want Crazy River staat er al meer dan 20 jaar, heeft nooit een renovatie of iets gehad. Dus ik had hier echt heel veel hoop voor. En ze hebben gewoon niks gedaan. Ze hebben alleen een paar zwarte gele strepen erop geverfd. Een paar dingen erbij gethematiseerd, erbij opgehangen. Ze hebben niet eens het oude thema weggewerkt. En dat vind ik zo jammer. Ik had dan echt gewoon minder budget gestoken in de rest van het gebied. Want Crazy River is echt, naast Lost Gravity, gewoon de blikvanger van dit gebied. Dus ja, ik vind dat wel jammer. Maar ik zal het even aan jullie laten zien. Nou, wat wel heel erg tof is, is dat ze dus alle hekken hier hebben vervangen. Die zijn allemaal weer helemaal nieuw. Maar zoals ik al zei hier, je ziet gewoon nog overal eigenlijk het oude thema hier. Fat and Son hier van de Canadese houtzagerij wat het voorheen was. Deze molen, dat heeft ook natuurlijk meer te maken nog met de houtzagerij. Wat wel heel leuk is dat dit hout, dat is van Robin Hood, van de oude achtbaan. Wat nu dus untamed is. En het moet dus een elektrische kerncentrale gaan voorstellen. Dus ze hebben buizen toegevoegd. Ze hebben dus die strepen hier toegevoegd. Maar verder is het gewoon nog Crazy River. Ze hebben hem niet geverfd. En ik vind het gewoon jammer. Ik had ook al vaker benoemd in video's dat bijvoorbeeld de huisjes, die zien er gewoon oud uit. Die hadden gewoon echt een opknapbeurt nodig, vind ik zelf. Crazy River had ook wel een verfbeurt nodig. Maar ze hebben hem wel helemaal schoongespoten, zo te zien. Dus dat ziet er echt wel een stuk beter uit. Maar ook ja, gewoon de huisjes. Het past ook totaal niet bij Zero Zone en bij de vibe ervan. Er is wel gezegd dat ze juist dat oude hout ervan, als de vibe ervan, dat ze dat erbij vonden passen. Maar ik vind, ja, ik snap waar dat vandaan komt, maar toch vind ik dat ze hier wel meer mee hadden kunnen doen. Het kunnen verven, het opnieuw kunnen bouwen. Dat was natuurlijk wel een stuk duurder geweest. Maar dit geeft mij eigenlijk wel echt gewoon nog Six Flags
ja, de Six Flags vibe eigenlijk. En de kleur van Crazy River had ik ook gehoopt dat ze daar iets mee zouden doen. De bak hadden ze wel gewoon blauw kunnen houden. Dat is ook wel standaard voor Lachvloems en zo. Maar de supports had ik gehoopt dat ze die misschien ook zouden verven. Dus ja, ik vind wel dat ze hier meer mee hadden kunnen doen. En daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Ze hebben in de wachtrij wel hier en daar dingen opgehangen om dus het thema wat duidelijker te maken. Van dat het dus een soort kerncentrale is. Dat zie je daar ook hangen. Er zijn allemaal van die stroommasten staan er. Dus ja, ze hebben eigenlijk gewoon meer met de wachtrij gedaan dan met de attractie zelf. En ja, dus de reden dat ik daar wat negatief over ben is gewoon puur omdat ik hier echt de hoogste verwachtingen van had. En ja, helaas is dat niet uitgekomen. Ja, dus dit moest ook van de video's die ze hadden gemaakt een soort moestuintje voorstellen. Van de mensen die dus hebben overleefd en hier nog allemaal wonen. Ja, het ziet er oprecht wel gewoon allemaal grappig uit. Vergeleken wat het voorheen was, vind ik dit dus oprecht wel gewoon prima. Ze hebben hier ook een soort robot neergezet van een, of nou ja, zo'n zelfgemaakte creatie waarschijnlijk van de bewoners. Oprecht wel grappig. Wat ook heel bijzonder is, is dat ze hier dus een speeltuin hebben toegevoegd. En deze is nog niet klaar. Het ziet er ook nog niet af uit. Het ziet er heel bijzonder uit. Het past wel in Zero Zone. Voorheen stond hier dus Hudson Bay. Dat was het oude schommelschip van Walibi. Is al een tijdje weg, een paar jaar. En dit was gewoon allemaal water. Dus dit hele pad is nieuw. En ik vind het oprecht goed van ze. Want ze hadden ook echt wel een tweede speeltuintje nodig. Want ze hebben er maar eentje in Valplaza. Dat is, je kan hem letterlijk daar zien. Een beetje in de verte. Dus ja, ik vind dat ze dit oprecht wel nodig hadden ook. En ik hoop dat heel veel kinderen hier plezier van gaan hebben. Ze hebben de ingang, het station van de Walibi Express ook meegenomen. Ik vind dit ook weer zo'n bijzondere keuze. Dit doet me denken aan Kerstmis met van die pepermunt stokjes, weet je wel. Die in de boom hangt. Daar doet het me echt aan denken. Dus ik weet ook niet waar dat rode en het witte dan vandaan komt. Dit is trouwens de andere kant van Crazy River. Nogmaals, hebben ze gewoon gethematiseerd over het oude thema heen. Ik vind het gewoon jammer. Weer die graffiti vind ik ook niet zo mooi. Maar die klokjes en de buizen vind ik dan wel weer leuk, prima, weet je. Maar ik vind het gewoon heel erg jammer dat ze dus dat oude thema niet eens hebben geprobeerd weg te werken. Het is gewoon nog heel erg duidelijk te zien. Ja, ik denk ook dat heel veel dagjesbezoekers dus niet zozeer gaan snappen wat Crazy River nou eigenlijk moet voorstellen. Dus ik vind echt dat ze hier meer hun best mee hadden kunnen doen. Hier hadden ze echt meer budget in kunnen steken, vind ik zo. Nou, dit is dus de andere poort die ze hier hebben. En het is dus een soort optische illusie, want het zijn allemaal losse stukken. En je moet er dus precies zo voor gaan staan dat je dan de Zero zo goed kan zien. Want als je dus doorloopt, dan zie je ook dat het allemaal vervormt en dat het niet meer klopt. Dus ik vind het oprecht wel gewoon een creatief idee. Het ziet er oprecht leuk uit. Ik vind dit, denk ik, misschien ook wel leuker dan de andere poort die ze hebben. Maar ja, mijn algemene mening van Zero Zone zal ik aan het eind van de video nog wel geven. Jullie hebben het eigenlijk grotendeels al gehoord. Maar ja, dus dat doen jullie later in de video, want ik heb er echt al veel zo lang over gepraat. Dus helemaal aan het eind van de video zal ik mijn algemene mening nog eventjes erover geven. En nu gaan we verder het park in. Wij zijn trouwens zojuist bij de guest service geweest. En het is dus een bekend probleem. Ik ben niet de enige die het heeft. Dus je krijgt een kaartje dan waarbij je of de code kan scannen of waarbij je een code moet invullen. Om dus je wachtrij te krijgen. Dus ik heb eindelijk een virtuele wachtrij. Dus dat is fijn. Het was wel heel druk bij de guest service. Dus ook de dagjesbezoekers die snappen het niet helemaal met virtuele wachtrij. Dus ik hoop echt voor ze dat het nog wat beter wordt. Want ik vind het zelf onduidelijker dan wat ze voorheen hadden via de mail. Dus ik hoop echt heel erg voor ze dat het gewoon nu met de eerste dag gewoon iets lekker ging. Ik hoop echt dat het over een paar weken dat het wat makkelijker gaat. De medewerkers waren super aardig. Die hebben ons heel snel geholpen. Dus ik kan me heel erg goed voorstellen dat dit voor hun ook echt super stressvol is bij de guest service. Want nogmaals stond er echt een lange rij. Ja, ik hoop dat ze het ook vooral met de abonnementen snel oplossen. Want anders zit ik elke week met dit probleem waarschijnlijk. Dat ik elke keer langs de guest service moet gaan om een code te halen. Maar goed, los van daarvan zag ik wel net bij de wachtrijen dat de wachtrijen niet heel lang zijn. Dus, en de achtbanen zijn ook allemaal open, behalve de express. Dat is waarschijnlijk even wel met de kou. Dus ja, ik heb nog geen idee wat we gaan doen. Ik denk dat we eerst nog een rondje gaan afmaken. Dat we even door Exotic gaan en Wilderness. En dan zie ik jullie zo weer. Jullie weten hoe de muur er vorig jaar tijdens Friday Nights eigenlijk eruit zag. Het was helemaal groen. De tekeningen waren niet meer te zien. En ze hebben hem dus gewoon helemaal opnieuw geverfd. De papegaai ziet er ook heel anders uit nu. Ziet er ook beter uit naar mijn mening. En ja, de muur ziet er weer hartstikke tof uit. Maar ik ben nu dus bang dat ze de waterstralen hier uit gaan houden. Nu staan ze sowieso uit omdat het echt heel erg koud is. Maar ik vraag me dus af of ze die weer aan gaan zetten of dat ze nu uithouden in verband met de muur. Anders moeten ze dit waarschijnlijk elk jaar opnieuw gaan verven. En dat is natuurlijk best wel een gedoe. Ondertussen lopen we hier in Speedzone. En ze hebben dus een heel nieuw spel eigenlijk.
Nou, ik vind dit oprecht superleuk. Dit past ook heel goed bij Speedzone. Zoiets hadden ze vroeger ook, maar dat zat toen daar en dat was ja niet zo'n groot succes. Maar dit is oprecht superleuk. Hier in Wilderness is er ook een kleine aanpassing gedaan bij voorheen de Tattoo Shop. En ze hebben het nu dus de Wilderness Shop genoemd. Ja, echt wel een verbetering. Tattoo Shop was ook niet zo logisch. Want normaal kon je hier van die, hoe heet dat ook alweer? Van die tattoos op je huid laten spuiten. Ja, van die Airbrush tattoos, dank je. Maar dat hebben ze niet meer. Dus ja, Tattoo Shop was niet zo, ja, geen logische naam. Dus hebben ze het aangepast naar Wilderness Shop. Ziet er hartstikke mooi uit. En zeker een verbetering. Verder is wat ze binnen verkopen is gewoon een beetje hetzelfde. Aangezien het bij Merlin waarschijnlijk erg rustig is, wordt dit waarschijnlijk onze eerste attractie van het jaar. Het wordt onze eerste attractie van het jaar. Gewoon puur omdat we dan even ook binnen zijn. Even de soort van de warmte opzoeken. Ik weet niet hoe warm het binnen zal zijn, maar het is in ieder geval beter dan buiten. Ik hou mijn hart vast voor Winter Walibi. We hebben het echt ijskoud. Maar we gaan ook nog wel achtbanen doen hoor, uiteraard. Maar we wilden eerst gewoon eventjes een rondje lopen. En nu hebben we zoiets van, ja, weet je, ik ga gewoon meteen even in Merlin. Want als het goed is, draait gewoon de pre-show weer. En dat is ook heel lang geleden dat we die hebben gezien. Want door corona hadden ze de pre-show uitstaan. En moest je zeg maar in één keer doorlopen naar de hoofdshow. Wat ook meteen opvalt is dat ze hier dus de beschadiging hebben opgeknapt. De vos is niet meer geheel, maar je kan wel zien dat blauwe stuk daar, dat hebben ze dus opnieuw geverfd. Het ziet er beter uit dan voorheen, want zoals jullie misschien wel weten van vorig jaar was er dus een heel stuk muur van Merlin afgevallen. En dat hebben ze toen de rest van het jaar niet meer opgeknapt, maar nu gelukkig wel. De eerste attractie voor ons was dus Merlin's Magic Castle en de pre-show was weer echt super leuk om te zien. Er was ook niks op aan te merken, alles deed het gewoon. Het zag er allemaal prima uit. De rook deed het zelfs. Het enige wat miste was volgens mij het geureffect. Maar bij de hoofdshow was het wel zo dat de projectie uitstond en de sterren in het plafond deden het niet. Maar dat is allemaal van die kleine dingetjes. Verder was het gewoon helemaal prima en niks op aan te merken. En ondertussen zijn we onderweg naar de eerste achtbaan voor vandaag. En dat is namelijk niks minder dan het Eemt. Heel erg veel zin in. Het is wel echt super koud. Dus ja, ik weet niet. Ik ben echt een watje. Achtbanen en kou is voor mij een beetje een no-go. Dus daarom ben ik ook wel nerveus voor Winterwalibi. Dat is... Ja, weet je, dat is natuurlijk ook gewoon, het gaat ook gewoon om de ervaring. Maar ja, op de openingsdag is het wel gewoon een beetje traditie om gewoon zoveel mogelijk achtbanen te doen. En morgen zijn we er ook. Morgen zijn we er ook. Maar volgens mij wordt het dan wat minder mooi weer. Dus dan morgen ben ik ook van plan te vloggen. Maar dan ga ik ook wat meer focussen op de kleinere details van het park. Wat allemaal is aangepast, kleinere updates. Ook naar de horeca ga ik dan kijken, want anders wordt deze video echt heel zo. Ondertussen lopen we in de wachtrij van Untamed. Dus zoals jullie kunnen zien is de fysieke wachtrij echt heel erg kort. Maar de virtuele wachtrij was verrassend genoeg maar 5 minuten voor Untamed. Dus vandaar dat we die ook als eerste doen. En hierna zijn we van plan om meteen door te gaan naar Goliath. Omdat er ook geen rij staat virtueel. Hoe het fysiek is, dat zien we dan. Maar ja, nee, dus dit valt echt heel erg mee. Ik denk dat we misschien 2 treintjes hoeven te wachten en dan zitten we er al in. We staan hier in het station van Untamed. Wat meteen best wel opvalt aan de trein, is dat er nieuwe panelen op de trein zijn gezet, geschroefd. En het valt heel erg op, want ze spiegelen echt heel erg mooi. Het ziet er echt top uit, ook van ver af. Dus ja, de trein van Untamed ziet er echt weer super uit. Zijn we alweer bij Goliath momenteel. Goliath was ook 0 minuten wachten, dus we konden in één keer erin. Zo te zien is de fysieke wachtrij ook, ik denk, minder dan 5 minuten, dus dat is echt super fijn. Over het algemeen is de openingsdag van Walibi altijd heel erg rustig. Het oogt alleen nu wat drukker door dat stichting opkikker gedoe. Maar Untamed was trouwens echt weer super fijn. Het is wel heel erg koud, maar het was zo fijn om weer in Untamed te gaan. En ik heb nu ook al heel erg veel zin in Goliath en de andere achtbanen. Ik vooral heel erg uit naar Spiro Sound, want zoals jullie wel weten is Spiro Sound wel stiekem mijn favoriete achtbaan. Samen met Untamed. Maar ja, die doen we waarschijnlijk aan het eind van de dag. Meer? Meer water. Alsjeblieft. Eén ding wel, je moet het water wat ik je geef niet drinken. Hè? Nee, want dan gaat het aan de achterkant net zo hard weer uit dat het ervoor gaat ingaan. Dat wil je allemaal niet. Wat zeg je allemaal, Pim? Wat zeg je? Nog meer water? Oh, je maakt er wel een uitdaging van, hoor. Kijken of dat mij dan lukt. Ben ik klaar voor?
Weet je het zeker? Is dit genoeg? Nee, nog meer? Oké. Okay. Oké, okay, 3. Harder, dat is niet hard genoeg. 3, 2, 1. Nou, we gaan meteen even Club Wap kijken. Ja. Dit is helemaal voor ons neer. Nou, dat het niet voor ons was, was wel duidelijk, want we zijn eruit gestuurd. Oh jongens, echt waar. Dat hele gedoe met opkikker, leuk en zo, maar wat een chaos. We mochten dus gewoon het restaurant niet in, we mochten ook niet kijken, want ik zei dus ook van ja, we willen alleen maar kijken naar het menu. Nee, dat mocht niet. Oké. Dus nu zijn we weer naar buiten. We werden ook al weggestuurd op de parkeerplaats, omdat we niet van opkikker waren. Moesten we weer helemaal terug. Ja, jongens, het is echt een beetje gedoe. Het begint nu gewoon een beetje te veel te worden. Want ik heb er nooit eerder last van gehad of zo, van dat hele opkikkergedoe. Want het is hartstikke tof dat Walibi het doet. En het heeft ook niks te maken met de mensen zelf. Maar de organisatie ervan is wel een beetje, ja. Wat trouwens wel zo is, is dat je overal nog een beetje de coronamaatregelen ziet. Uiteraard zijn deze er niet meer, dus dit kun je eigenlijk compleet negeren. Het is alleen moeilijk om weg te halen, dus waarschijnlijk zien we dit de komende jaren nog wel op de grond. Maar uiteraard zijn alle schuttingen weg. 1,5 meter is niet meer. Je hoeft ook niet met een vaccinatiebewijs of een test naar binnen te komen. Dus dat is allemaal echt top. En ook hoef je nergens een mondkapje op. Ondertussen lopen we in de wachtrij van Speedo Sound. En zoals ik al zei, is dit toch wel mijn favoriete achtbaan. Nogmaals komt dat eigenlijk gewoon heel erg door de sentimentele waarde die ik aan deze baan heb. Nou ja, ik zeg wel nogmaals, maar ik heb het in deze video nog niet verteld. Maar voor de mensen die al lang mijn video's kijken, die weten wel hoe dat zit en zo. Want ik weet dat Speedo Sound qua baan zeker niet de beste is. Maar dit was mijn eerste grote achtbaan in Walibi. En gewoon door de muziek die in de trein zit, vind ik het gewoon echt een superleuke baan. En heb ik er dus voor waarde aan. Ondertussen zijn we een paar uur verder en het is begonnen met sneeuwen. En het is ook echt de eerste keer dat ik sneeuw meemaak in Walibi. Dus ja, voor alles is het de eerste keer. Ik had alleen niet verwacht dat het op de openingsdag van Walibi zou gebeuren dit jaar. Nogmaals, vorige week liepen we nog met korte mouwen, met de volle zon liepen we rond. En nu is het echt ijskoud, sneeuw, ijs. Dus ja, niet perfect voor een openingsweekend. Maar aan de andere kant, een openingsweekend gaat nooit altijd helemaal zoals gepland. Dat merken jullie waarschijnlijk ook wel. Dat hier en daar zijn nog best wel wat dingen die best wel rommelig zijn. Maar dat is altijd zo het eerste weekend. Wat wel meteen heel positief is dat de muziek van Speedo Sound het doet. En normaal is die het eerste weekend ook altijd nog kapot. Ja, ik denk dat we nu weer even een rondje gaan lopen en gaan kijken. Maar nogmaals ga ik in de volgende vlog wat meer updates bespreken van het park. Wat meer de kleinere dingen, de horeca bijvoorbeeld. Want anders wordt deze video echt te lang. Dus hou vooral ook mijn kanaal even in de gaten voor de volgende video. Nou, dit is dus ook van Stichting Opkikker, de rij van Mission Control. Daar! Zelfs met Friday Night is het... Oh, jij verzint... Nou, nee, dan word je weggestuurd. Dat mag niet. Qua merchandise trouwens hebben ze momenteel nog niks nieuws. Dus eigenlijk is alles nog hetzelfde als de vorige 2 jaar. Maar er komt wel nieuwe merch binnenkort. Het zal waarschijnlijk nog wel een maand duren. Maar er is in ieder geval nieuwe merch onderweg. En dat komt er dus ook sowieso. Maar verder is echt alles nog hetzelfde. Dit is zeg maar een beetje de kant waar ze nu dus alle achtbaan merchandise hebben. Maar dat is allemaal verder niet nieuw. En hier liggen dus de onderdelen. Alleen de bouten hebben ze momenteel van Robin Hood. En die zijn als het goed is €65. Oh, het staat hier. Oh, nou normaal ligt er dus meer in, maar momenteel hebben ze alleen nog genoeg bouten. Maar daar komt dus uiteindelijk waarschijnlijk vast wel meer bij. Het dingetje is om te vermelden, waar ik dus ook wel een beetje wankelijk voor was, dat sommige attracties dus moeite hebben met de kou. Onder andere dus de Express. De Express is de hele dag dicht geweest. Hij staat dus ook blijkbaar vast midden op de baan. Dus die gaat denk ik de rest van de dag ook niet meer open. Het is een beetje de vraag denk ik of je morgen open gaat, maar dat is ja, dat belooft dus nog wel wat met Walibi open wilt gaan in de winter. Ik ga er namelijk vanuit dat het door de kou komt, ik weet het vrij zeker. Maar helaas is de Express de hele dag dicht geweest en we zien morgen wel of hij open is of niet. En hopelijk kunnen we dan morgen even.
En dit was dan alweer de allereerste Walibi-vlog van 2022. Ik heb echt een superleuke dag gehad. Het was wel best wel heel erg koud, dus dat heeft wel een beetje de dag bedrukt. Ik denk dat als het veel mooier weer was geweest, dat we misschien nog wel meer naar ons zin zouden hebben. Maar morgen ben ik er gewoon weer en ik kijk heel erg uit naar komend seizoen. En morgen is ook het plan om dan dus hopelijk de Express te doen en waarschijnlijk nog wel wat meer attracties. Condor hebben we bijvoorbeeld ook nog niet gedaan, maar wij hebben geen haast, omdat we natuurlijk het hele seizoen nog hebben. Ik weet niet hoe vaak ik in Walibi zal zijn. Ik denk een beetje hetzelfde als vorig jaar. Gewoon niet meer waarschijnlijk echt letterlijk elk weekend, maar zo vaak mogelijk. Gewoon wanneer we zin hebben. Maar nee, en wat ik dus over het algemeen van Zeerzone vind, vind ik het een verbetering. Ik vind het lastig, want het is enigszins een verbetering. Want het past nu wel meer bij elkaar allemaal. Maar als jij mij zou vragen waar ben je meer fan van, de oude thematisering of dit, dan zou ik toch wel voor de oude thematisering gaan. Maar dat heb ik al heel vaak verteld ook, dat Festivalization überhaupt gewoon niet zo heel erg mijn cup of tea is, als ik dus heel erg eerlijk ben. Maar ja, jullie over Zeerzone? Mee eens. Prima. 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 Maar snap ik het ook helemaal als er mensen zijn die het heel heel gaaf vinden en het helemaal prima vinden en het prachtig vinden. Ik vind dus dat ze er wel meer mee hadden kunnen doen. En dat het gewoon niet overal, dat ik zoiets heb van nou, dat vind ik echt super mooi. Maar in ieder geval, dit was alweer de eerste dag Walibi voor dit jaar. En ik wil jullie bij deze heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En tot de volgende vlog.